Ik ben Albert Richters, architect en projectarchitect van de Floating Office bij Powerhouse Company. Het project is eigenlijk ontstaan in 2017. In die tijd was de Global Center on Adaptation op zoek naar steden die plek konden bieden aan een nieuw hoofdkantoor. In 2017 heeft Rotterdam eigenlijk zichzelf gepresenteerd als stad van de toekomst. En heeft Rotterdam gezegd van, nou ja, als jullie naar Rotterdam komen, dan krijgen jullie sowieso een drijvend kantoor in de Rijnhaven. Vandaar dus dat GCA uiteindelijk gekozen heeft voor Rotterdam als lichtplek. Nou, een paar jaar later was de gemeente nog bezig om een partij te zoeken die dat goed kon oppakken. En hebben wij gezegd van, nou ja, laten we een voorstel doen voor het Floating Office. Toen is eigenlijk het project gaan lopen. Het moment dat we dit ontwerp zijn gaan koppelen aan BREEAM is ontstaan eigenlijk wanneer we bezig waren met de technische uitwerking. Er zijn een aantal systemen die zorgen voor een duurzaam gebouw. Het koppelen van de partijen die dat zouden aanleveren. Op dat moment zijn we na gaan denken over BREEAM. Mijn naam is Stefan Prins, ik ben partner architect bij Powerhouse Company. En als partner binnen het bureau ben ik ook verantwoordelijk voor het implementeren van de duurzaamheidsvisie binnen de projecten van het bureau. Nou, hierachter zie je een aantal banken en tafels staan. En het leuke is dat deze dus zijn gemaakt van het restmateriaal wat tijdens de bouw door de aannemer is afgevoerd. En waar dus deze banken van zijn gemaakt. Floating Office is een energieleverend gebouw door op de zuidzijde van het dak zonnepanelen neer te leggen. En daarnaast hebben we eigenlijk uniek voor deze locatie ervoor gezorgd dat we koelen met het water in de haven. We gaan even in een van de 16 bakken kijken. Het is dus zo dat, dat eigenlijk in deze betonnen bakken dus leidingen liggen waar water doorheen gaat. En dat water wordt dus gekoeld door het water uit de haven. Het gekoelde water wat daar wordt opgewekt, wat daar wordt gemaakt, dat gaat eigenlijk naar het plafond. En in het plafond liggen leidingen die ervoor zorgen dat eigenlijk de koude straling van dat water naar beneden valt. We gebruiken BREEAM heel vaak tijdens de ontwerpprocessen. Ik denk dat als je kijkt naar Europa en Nederland is BREEAM eigenlijk de meest bekende. Dus het helpt natuurlijk om een systematiek die je kent weer te gebruiken. En dat helpt natuurlijk ook weer in de waardecreatie van vastgoed en van een gebouw. Dus op die manier speelt BREEAM ook altijd wel een belangrijke rol in het ontwikkelen van een gebouw. En dit is gewoon een keiharde BREEAM eis om informatievoorziening te verstrekken aan de gebruikers van het gebouw. En dat doen we hierdoor in de entreehal een scherm te plaatsen waar je, nou ja, onder andere het weer kan zien. Maar waar ook zeg maar oplossingen worden gepresenteerd die dus onderdeel zijn van het gebouw. Om zeg maar, ja, de gebruikers bewust te laten maken van wat dit gebouw eigenlijk doet op het gebied van duurzaamheid. Nou, onze intrinsieke motivatie om een lagere impact op het milieu te hebben is eigenlijk dat het altijd onderdeel is van de gebouwen die we maken. Dus we willen mooie gebouwen maken, maar we willen natuurlijk ook duurzame gebouwen maken, zodat we ook, ja, de wereld weer een beetje beter achterlaten dan dat die nu is.